autodek aangekomen. Ja. Nou, we hebben een plekje. Dit is van de actionbeeld. Nou, op een overvals gaan we nou naartoe. Geen vrijbedje te zien. Is het restaurant. Zie je al een plekje, jongen? Nee. Ja. Kijk, hier. Poppeltjes. En kijk, aan het eind van de middag. Wij zijn de Wellinga's familievloggers en wij zijn aan het cruisen en op dit moment zijn wij heerlijk op de zee met mooi uitzicht. En met dit supermooie uitzicht zijn wij vanochtend wakker geworden en hebben we heerlijk geontbeten hier op de kamer met het ontzettend mooie zeezicht, jongens. Echt, het is adembenemend. We zien alleen maar de zee, de ronding van de aarde en de stilte, de frisse lucht. Ik ben er stil van. We zijn er echt letterlijk stil van, ja, hoe mooi het hier is. En ik weet eigenlijk niet echt waar we zijn, welk land we zijn, want we zijn midden op de zee. Gisteren vertrokken van Finland, nu weer terug naar Duitsland aan het varen. Ja. En dan gaan we op Kiel, en dan morgen zijn we in Hamburg. En dan zondag gaan we helaas morgens in Kopenhagen alweer van de cruiseschip af. Ja, dus we zijn nou weer op de terugweg en vandaag varen we de hele dag over zee. We hebben ontzettend mooi weer, dus we gaan weer heerlijk genieten hier op de cruise. En denk ik relaxed bij het zwembad. Ja, en denk vanavond hebben we iets heel erg leuks. Maar dat mogen we niet zien we vanavond pas. Daar in de verte helemaal niks te zien dan alleen maar de zee, de zon, de lucht en je hoort op de achtergrond de golfjes. En papa die neemt hier nog even zijn kopje koffie. Ik heb wel chocolademelk gemaakt. Chocolademelk. Luan is hier aan het spelen, want die heeft hier een eigen hutje gemaakt. En hij zit in zijn rollenspel. Ja, hallo. Ja, en ik ga eventjes Lucilla zijn haar nageltjes lakken. Met het prachtige uitzicht van de meisjes. De handen en de voeten. En dan gaan we hier eventjes de nageltjes lakken, goed? Dan heb je straks mooie nageltjes voor de kapitein. Ja? Lucilla, nu even de nageltjes laten drogen in het zonnetje. Goed? Ga maar even lekker zitten. We hebben daar een heel mooi zonnetje. Even lekker chillen. Luxie, lekker appeltje eten. Ja, een appeltje met zeezicht. Ja, ja, jij ook een appeltje. Even kijken of we nog wat water in de minibar hebben. Ja, appel. Oh, lekker. Lekker appeltje. Even kijken. We hebben hier onze minibar. We hebben hier nog wat drankjes staan van vanochtend. Maar niet die kleine drankjes? Ja, klein deze drankjes. Nog melkje en een vruchtensapje en een chaudrantje. Deze niet. Nee, deze laten we dicht zitten. Waar is dit voor? Dat zijn hele sterke drankjes, schatje. Daar ga je heel hard van zingen. Ja. Ja. Even kijken. We hebben hier nog yoghurtjes. Water. Heel erg fan van zingen. Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel dat je daar heel erg dronken van wordt. Dus dan ga je van zingen van dat dronken. Luxie, wat wil jij drinken, schatje? Ik heb hier watertje. Luxie, water? En Luxie, nog wat cornflakes? Nee, dat is lekker. En mama heeft nog eventjes lekker een yoghurtje gepakt. Zo, Luxie. We gaan naar de lift, hè? Ja. Naar beneden of boven? Dek nummer 6. Dat is maar boven, hè? Ja, dek nummer 6 op de MSC Meraviglia. Dek 12. De MSC Voyager Club, welcome back, bye. Hier moeten we zijn. Good morning, dear ladies and gentlemen. Thank you for choosing MSC Cruises once again for your vacation. Dat is de baas in van het cruiseschip. Thank you very much for your attention. We wish you a wonderful day. Thank you.
We zijn net op tijd, hè? Voor de Masterchef at Sea. And here we go with the capo number 3, coppia numero 3. Hi, allora, benvenuti, welcome to everybody, are you ready? Muse 3, stiamo listos, ma signori, oggi, in base alla creatività, la presentazione... 3! Yeah, sì! Cosa? Attenzione di dirle algo, si por favor, mira la chi? We zoeken een plekje, maar er liggen meer dan 5000 mensen natuurlijk op het zwembaddek. We zijn een beetje vol, dus hier, kijk, gaan we een plekje vinden, mama. Jullie eigenlijk in de wagen? Kijk, alles is vol. Dus we hopen eigenlijk bij de glijbaan of daar nog plek is. Lucilla, zie je de glijbaan al? Het vakpad, overal liggen mensen buiten. Alle mensen die op het schip zitten, die zitten natuurlijk omdat het best wel warm is, overal buiten. Maar ja, Lucilla heeft het... glijbaantje gevonden, daar is het. Ja, daar is de glijbaan. Nu zijn we op het achterdek aangekomen, maar vinden we hier nog een plekje? Nou, we gaan toch van alle glijbanen, dus liggen komt later wel. Nou, we hebben een plekje gevonden, tot zolang de volgende mensen er weer zijn. Want alles ligt gewoon bezet. Dat kan niet, hè. Kijk, hier liggen gewoon handdoeken. En dan zijn ze er niet. Maar we gaan hier even zitten, totdat de mensen weer komen. En we gaan toch grotendeels glijden, hè? Kijk, want daar gaan we alle glijbanen ervaren. Mama gaat met de Action Cam ook rond in de kabelbanen. Oh ja? Ja, dat zou je doen, toch? Kijk, helemaal rond het schip. Zo, ik ga babysitten op Luxie. Ja, wij gaan de volgende dagen van die glijbaan te gaan. Geniet van de Action Beeld. Veel plezier nog eventjes. Papa, ik heb een hele lange rij en we moeten hier ook alweer weg, want hier zitten ook allemaal weer mensen. Dus het is hier super druk op het... Morgen maar proberen. Morgen maar proberen. Wat we afgelopen dagen hebben gehad, dat het zo rustig was op het schip met de glijbanen, is nu het tegendeel. Want nu zitten echt alle gasten boven op het dek bij het zwembad. En echt ieder hoekje, ieder gang liggen mensen op lichtbedden. En er is gewoon geen één plekje vrij waar wij onze spulletjes kunnen neerzetten en dat we kunnen zwemmen. Dus we moeten even plan B bedenken. We varen trouwens wel super mooi over deze zee heen. Maar ik denk dat we misschien even beter kunnen gaan lunchen in het restaurant, jongens. Op naar het restaurant. Kom, gaan we naar het restaurant. Daar is het misschien iets minder druk dan buiten op het dek. Glijbanen die we vandaag willen doen. We doen maar even een andere keer, hè? Ja. Ander keertje. We komen ook nog wel een keertje aan land en dan gaan weer wat gasten van het schip af. En dan is het misschien wel wat handiger om dan van de glijbaan te gaan. Want je staat nu echt uren in de rij om een ritje van de glijbaan te maken. Kijk. Maar heel veel velden zijn dus leeg, maar dan leggen ze er wel een handdoek op. Ja. Dat weet je dus niet. En dat hadden we net, maar die man kwam, oh my place. Well, okay. Ja, nou ja, dan ga je maar weer. Dus, ja, dus wij gaan eventjes over op plan B. Even wat eten, even wat lunchen in het buffetrestaurant. Nou, hier achter mij zie je alle mensen in het zwembad en overal zitten. En we staan hier aan de achterkant van het schip. Want kijk, hier zie je de zee en de boot varen. Mooi, Luxie. Dus het is wel een heel erg mooi plaatje. Dat wel. Op een varen op een overvol schip. Het ene uiterste naar het andere uiterste. Deze papa is moe van het strijden, maar die bewaart het bed. Wat zeg jij? Deze papa is moe van het strijden, die bewaart het bed als vrouw en kinderen terugkomen. Je ziet ouders op hun bed allemaal bezet houden. Als de kinderen terugkomen van spelen, dat de bedden niet weer bezet zijn. Het is echt... in gekrioel hier. Maar goed, kijk. Overal mensen. Nou, het ziet er wel gezellig uit. Moet ik wel zeggen. Papa, nou, je hebt nu wel wat te kijken, hè? Ik heb liever toch dat privéschip van gisteren. Dat iedereen hoort. Ja, dan kun je misschien wel wat beter zwemmen. Maar goed, dit is ook wel een keertje grappig. Waar gaan we nou naartoe? Kijk, hier liggen zelfs mensen zo. Wat zeg je? Oh, ze zijn aan het hardlopen. Klaar voor de start. Af! Daar gaan ze, Luan en Lucilla. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Kijk uit voor alle mensen. Kijk, je kunt hier ook in de schaduw gaan liggen, Daan. In het gangpad. Hier ook 6 bedden voor starten. Ja. Ach ja. Hé, hey, en jullie hebben plezier, hè? Kijk, hier ligt ook iemand op het gangpad. Nou, daar gaan we weer. We lopen nu van het achterkant van het schip helemaal hier overheen.
naar de voorkant van het schip. Daar is dus nog een zwembad, maar ook daar zit alles helemaal tot en ook toe vol met mensen. Kijk eens even hier over de reling. Zien jullie hier ergens een vrij bedje? Zoek een vrij bedje, jongens. Zoek een vrij bedje. Gewoon op je handen liggen. Ja. We zijn toch aan het eind van de middag pas. Dus ja. Nee. Ik zie geen vrij bedje. Even eten, nee, geen vrij bedje te zien. Gaan we even eten en dan gaan we wel weer op zoek naar een bedje. We zijn weer beneden. Daarachter is het zwembad. En we lopen nu naar het buffetrestaurant. In de hoop dat daar ergens een tafeltje vrij is. Dat we daar ergens even lekker een hapje kunnen eten. Zoeken jullie even een vrij tafeltje? En hier is het restaurant. Zie je al een plekje, jongen? Nee. Nee, hè? Helemaal vol. Alles is helemaal vol. Papa? Helemaal achterlopen. Wat we de afgelopen tijd ook hebben ontdekt is dat je helemaal, als je helemaal achter het restaurant loopt, is daar vaak nog wel een plekje vrij. Want zoals jullie hier zien is het echt bommetje, bommetje druk. Kijk, overal. Hier staat iedereen in de rij voor het buffet. En dan gaan we hierheen. Hier zitten ook nog steeds allemaal mensen. Oh ja, misschien kunnen we buiten zitten, jongens. Nou, en we lopen nu even naar de buiten. Achter op het dek. We zijn hier achter op het schip aangekomen. Dan gaan we even kijken of hier ergens een plekje te vinden is. En, zie je het plekje? Wel mooi uitzicht. Maar ook hier is het helemaal vol. Het is wel heel mooi uitzicht hier. Kijk. Je kijkt hier zo weg op de zee. Alleen, ja. We hebben dus geen tafeltje. Geen tafeltje. Ik denk dat we gewoon gaan eten. Ja. We hebben uiteindelijk hier een plekje gevonden. Hier liggen wel allemaal lekkere hapjes. Ja, je moet hier ook in de rij gaan staan. Zie je dat? Ja. Zelfs voor het eten. Hier een bordje pakken. Hier een bordje pakken. Nee. Nou, kleine. Ja, pak maar gewoon een bordje, jongens. Het is niet anders. Hou vast. En loop maar hier met de route mee. Oh, het is echt hutje met je, jongens. We pakken gewoon even wat dingetjes, jongens. Ja. Ik heb geen idee wat het is. Ja, die wil ik. Jij ook daarbij. Nog eentje dan, voor papa. Ja, die wil ik. Ik ben er zelf even alleen op uit geweest om even dingetjes te verzamelen. Dus ik heb tussen de drukte door even allerlei dingen verzameld van het buffet. Zijn hier allemaal. Moederzwaan heeft een tafel vol. Nou, daar hebben ze wel van moederzwaan. Ja, hier kunnen we met z'n allen wel eventjes lekker van smikkelen. Nou, eet smakelijk, hè? Ja, tot die broodje. Smakelijk, Johan ook. Eet smakelijk. Ja, we hebben laatst hier een fotoshoot gehad. En we gaan even kijken hoe de foto is geworden. Kijk, hier hebben we hem gevonden. Zo, zo, zo. Wow, cute. Oh, wat mooi. Oh, hij is leuk, joh. Wat een mooie foto's. Wauw. Mooi, hè? Mama, hier staat een hart voor mij. Ja, dit weet je wel. Oh, een hele familie, joh. Kijk. Zijn jullie bij de winkeltjes terechtgekomen? Ja! Willen jullie hier eens een... Ja! Ze willen hier dus een souvenirtje uitzoeken. Kijk, hier is het winkeltje. Kijken met de oogjes, ja? Pas als je wat leuk ziet, mag je het zeggen. Die is leuk. Kijk eens, Lux. Hé. Hey. Wow, wat is dit? Dit is mooi. Oh, kijk. Wat is dit? Heeft een beertje. En dit zijn kleine glaasjes, jongen. Dat is voor grote mensen. Een kapiteinbeer. Jij een beertje, kapiteinbeer? En Lux heeft hier een bootje. Heel grappig om altijd te zien is. Luan die weet nooit zo goed wat hij moet nemen. Dus hij kijkt altijd heel erg lang. Die neemt heel erg de tijd. Het eerste wat Lucilla doet is die rent altijd als eerste naar de knuffeltjes. En Luan die moet altijd gewoon even rondkijken. En alles even rustig tot hem in laten bezinken. Totdat hij wat heeft gevonden. En uiteindelijk heeft hij dan een keuze gemaakt. En Lux die pakt gewoon het eerste het beste wat ze ziet. Ze heeft nu weer een sleutelhangertje te pakken. Maar doe die maar terug, Lux. Dan Lux ook een beertje. Luxie gaat er ook met een beertje vandoor. Luan, wat heb jij gevonden, jongen? Een horloge. Mag ik even kijken? Een horloge? Ja? Oeh, dat is een stoer horloge. Nou, Luan die neemt het horloge mee. En ik heb een mooi horloge. Kapitein. Wij zijn weer eventjes terug op ons mooie cabin. En wat is het fijn, hè? Alles is weer wauw opgemaakt. Ideaal dit, Lu. Alles is weer netjes. Dit gaan papa en mama thuis al missen. Oh. We zijn even omgekleed. We hebben weer onze chique outfits aan, want we gaan vanavond uit. Ja, ja. Maar papa ook hoor. Ja, ja en papa heeft geen nette kleren aan. Ja, ik heb, jawel. Ik heb het chique verjaardagsbosje. Nee, even papa laten.
laten zien. Nee, je mag, ik heb maar één zwarte schoen kunnen vinden. Dit is papa. Die andere zwarte schoen kan papa nergens vinden. Ik zei, heb je geen lange broek meegenomen? Okay. Ik heb toch al je zwarte schoen nog in de koffer gezien, maar had er maar één zwarte nette schoen mee. Nee, dus die papa zwarte schoen kan niet vinden. Maar hij kan nou ja, ook goed, excuus vader. Dus? Daniel is gewoon zoals hij is. Ja, maar hij gaat vanavond... Kijk eens. Ook ja, ja, dan wel. Ja, en we hebben mooie jurkjes aan. Wij gaan vanavond een avondje uit, want wij gaan vanavond naar Circus de Soleil. Leuk hè? En daar gaan we ook een hapje eten. Heet dat de Soleil? De Soleil, ja, zo heet het circus. Soleil. Ja. Romantico. Romantico prinses. Bellissimo. Aan het eind van de middag hebben we twee vrije lichtstoelen gevonden. Zijn we weer aan de achterkant van het schip. Wat gaan we doen, vriend? Hop naar de bar. Te wachten tot wij aan de beurt zijn. Nee, maar kijk, aan de achterkant. Ja. Zie je zo de motoren. Ja. Nou, Luan, de drankjes zijn binnen, jongen. Op naar de meisjes. Ja. Op het achterdek. Nou, het is 5:00 PM en gelukkig liggen we nog eventjes op een lichtbank. Hè? Voordat we het eten gaan, met een heel speciaal voorstelling. Maar wat? Dat zie je zo. Oh. Oh, dat is eng. Dat is eng, prinses Lucilla. Dit is heel eng. Op naar circus. Cheers. Ja, hartstikke idee, de kinderen zijn er ook bij. Ja. Luxie zit er aan het troontje van het hoofd van het haar. Lekker hè? Ja, maar Luxie, dan moet je de hele Circus de Soleil proberen te kijken, hè? Dan kun je daarna gelijk het klokje rondslaan, hoor. Kijk eens. Oh. Lekker, Luxie? Is het lekker, Luxie? Ja. Ik wil ook kijken. Lekker potje, Luxie. Schatje. Eet smakelijk. Ja. Eet smaak. Dit is een heel chic schatje. Super de super de friek. Hier hebben we zo ons eten. En daar gaan we zo meteen het circus zien. Mooi hè?
Voeg je hart, boem boem mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.